Ja, we gaan weer verder met Spreuken 6. En we hebben al heel veel wijsheid geleerd. De woorden van de vader en de zoon van Salomo en zijn zoon. Maar het zijn net zo goed woorden van onze hemelse vader aan ons. Zoals we hebben gezien. Het boek van de wijsheid. Ja, maar we weten ook dat Jezus is de wijsheid, hebben we in het begin geleerd. In hem zijn alle schatten van de wijsheid verborgen. Dus wanneer we wijsheid tot ons nemen, dan wandelen we in de weg van God, dan wandelen we in het licht. En vandaag gaat hij gewoon even wat willekeurige onderwerpen aanhalen. Maar het is wel super belangrijk. En ik besef me ook ergens in de voorbereiding dat je bepaalde onderwerpen tegenkomt en ook ergens wel besef van, zijn dit nou van die onderwerpen om te preken en dat je dan na afloop zo'n wow, I really feel good gevoel hebt, zeg maar. Het zijn eigenlijk continu waarschuwingen, vermaningen, instructies en we leven in een tijd waar men het best fijn vindt om een goed gevoel preek te krijgen. Alleen, dit zijn ook goed gevoel preken, alleen de uitwerking komt pas later. He, want als jij een wijnstok hebt, dan heb je ook niet direct de vrucht. Dat duurt soms even voordat het groeit, zeg maar. Maar de woorden die Salomo geeft, als we die toepassen in ons leven, en heel Gods woord natuurlijk, dat geeft vrucht. He. En in het verhaal van de ware wijnstok, daar zegt Jezus ook, blijf in mij, zonder mij kun je niks doen, blijf in mijn liefde, blijf in mijn woorden. Neem die in acht en je blijdschap zal voorkomen worden. Dus dat is wel belangrijk om in gedachten te houden als we hier zo doorheen gaan. Nou, diverse levenslessen vandaag. Pas op voor borg staan. Een boodschap aan de luiaard. En er wordt niet mee bedoeld het dier, de luiaard, maar een lui persoon. He, misschien, ik zeg het erbij. Dadelijk denk ik, die boodschap was gelukkig niet van mij. Nee, maar goed, vandaag komt ook een verhaal over de mier langs. Dus even voor de duidelijkheid. De verdorven mens en weer een waarschuwing tegen overspel. Ja, en soms in de westerse maatschappij houden wij best wel van structuur. En af en toe denk ik wel, dat is best wel interessant hoe je gewoon random soms allemaal onderwerpen door elkaar krijgt in een boek Spreuken. Overigens, Paulus kan er ook wat van. Zoals Petrus zei, zijn zinnen zijn soms moeilijk om te begrijpen. Maar ik heb deze structuur niet gekozen. Die vinden we gewoon hier in hoofdstuk 6, even voor de duidelijkheid. Het gaat gewoon, ineens switcht het van tussen vers 5 en 6 naar een heel ander onderwerp. En we komen tegen zoals we tegenkomen. Het eerste punt is pas op voor borg staan. Wat betekent dat, borg staan? Ik zal eerst even lezen, hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 5. Mijn zoon, als je borg staat voor je naaste en je iets met handslag aan een vreemde bevestigt, ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond? Ben je in de woorden van je eigen mond gevangen? Doe dan dit, mijn zoon, en red je, want je bent in de greep van je naaste gekomen. Ga, onderwerp je en dring bij je naaste aan. Geef je ogen geen slaap en je oogleden geen sluimer. Red je als een gazelle uit de hand van de jager en als een vogel uit de hand van de vogelvanger. Nou, borg staan voor je naaste, dat betekent, ik denk dat best veel jonge lui kinderen nog niet precies weten wat dat betekent. Maar dat betekent dat, stel ik kom iemand tegen en ik vind dat een heel aardig persoon en die persoon heeft niet het geld om een bankstel te kopen of om een auto te kopen. Tenzij iemand, wel dat bankstel of die auto wil geven en zegt, als jij maar over zoveel weken of over zoveel maanden het terug gaat betalen. Maar dan moet je wel een bepaalde zekerheid hebben. En als jij dan zegt, ik wil die zekerheid wel geven, ik wil wel die persoon zijn, zodat die man het niet kan betalen, dan zorg ik dat het betaald gaat worden. Ik hoop dat het zo een beetje te snappen is. Hè? Dus iemand wil een bankstel kopen, heeft geen geld, moet dat over een periode terugbetalen en dan zeg jij, als dat niet lukt, dan ga ik het voor jou betalen. En dan sta jij borg voor die persoon. En Salomo zegt, die waarschuwt hiervoor, dat moet je eigenlijk niet doen. Mijn zoon, als je borg staat voor je naaste, iemand zit hier dus al in eigenlijk,
en je iets met handslag aan een vreemde bevestigt, nou, dat is een of andere uiting. Hè, misschien sloegen ze zo met de hand tegenwoordig als wij zeggen, oké, we hebben een afspraak. En dan zeg je, oké, deal. En dan schud je elkaar de hand en dan wordt de deal eigenlijk bevestigd. Nou, vroeger gaven ze elkaar een handslag en dat betekende dan, dit gaan we doen. Nou, je hebt met je handslag iets bevestigd aan een vreemde. Later in Spreuken staat ook, kan ook je naaste zijn, iemand die je gewoon kent. En dan ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond. En ben je in de woorden van je eigen mond gevangen. De Bijbel waarschuwt tegen borgstaan. Zegt, het is een val, het is gevaarlijk. Pas op dat je niet zomaar hierin valt. Nou, dat kan waarschijnlijk komen omdat, één, het neemt de verantwoordelijkheid, of maakt de verantwoordelijkheid van degene die echt iets moet betalen, die bankstel of die auto terug moet betalen, maakt het heel klein. Die zouden misschien onderuit kunnen komen of zeggen, ik ga gewoon niet betalen. Want uiteindelijk heeft Philip of wie dan ook toch toegezegd dat hij het wel betaalt als ik niet ga betalen. Dus Salomo waarschuwt, en Salomo, even voor de duidelijkheid, dat was een hele goede handelaar. Hè? Die was heel erg rijk en die heeft heel veel handel gedreven met heel veel landen en met heel veel handelaren. En dus die heeft die vaste ervaringen. Tegelijkertijd geloof ik, heel de schrift is door God ingegeven. Maar God kan ook Salomo dat inzicht gegeven hebben vanuit ervaringen. We weten niet precies, maar in ervaringen kan God ook wijsheid geven. In ieder geval, er wordt voor gewaarschuwd. Maar als je hierin zit, stel je hebt toch die stap gemaakt. Ik persoonlijk moet overigens zeggen, ik ken het niet zo heel erg hier in Nederland. Het hele fenomeen van borgstaan. Anders dan dat je wel eens hoort dat ouders borgstaan voor kinderen wanneer ze een huis kopen. Dit is een beetje eigen inleg, maar ik weet ook niet of je in alle situaties moet zeggen nooit borgstaan. Kijk, als je een auto of een bankstel koopt, op het moment dat je de winkel uitloopt, is dat ding meteen de helft waard. Bij wijze van, nou, auto gaat iets minder snel, maar als je een huis hebt bijvoorbeeld, kijk, ik ben ook tegen lenen, maar ik heb wel een lening op mijn huis, maar ik zie het als een verkapte vorm van huren, zeg maar. En kijk, een huis heeft een waarde. Kijk, als je het niet meer kan betalen, kun je altijd nog dat huis verkopen. En heeft een waarde, oké, dat schommelt wat, maar het is een beetje mijn eigen gedachte hierbij. Maar in ieder geval, de waarschuwingen pas op voor borgstaan. Echt een waarschuwing. Als je dat hebt gedaan, doe dan dit, mijn zoon, en red je. Want je bent in de greep van je naaste gekomen. Ga, onderwerp je en dring bij je naaste aan. Red je, dat betekent van, oké, je hebt misschien een toezegging gedaan, maar probeer hier onderuit te komen. Ja, hij zegt echt, je bent in de greep van je naaste gekomen, ga, onderwerp je en dring bij je naaste aan. De meesten geloven dat hiermee bedoeld wordt van, ja, ga hem eigenlijk als het ware smeken van, ja, ik heb gewoon iets gezegd en was gewoon niet handig. En ik heb iets toegezegd waar ik eigenlijk helemaal niet meer in wil zitten. En ik wil er vanaf. Hoe kunnen we dit regelen? En geef je ogen geen slaap en je oogleden geen sluimer. Red je als een gazelle uit de hand van de jager. En als een vogel uit de hand van de vogelvanger. Nou, geef je ogen geen slaap en je oogleden geen sluimer. Daarmee bedoelt hij, ga hier serieus mee om. Maak hier werk van. Ga niet rusten. Ik weet niet of die letterlijk bedoelt, ga niet slapen, maar in ieder geval zoveel als je kan, probeer hier onderuit te komen. Kijk, en zo'n gazelle, daar linksbovenin, dat is een gazelle. Nou, als die gevangen is door een jager, en die jager die draait zich even om en die moet even iets pakken, en die gazelle merkt, hij houdt mij niet meer vast. Ja, ik kan me voorstellen dat zo'n dier probeert zo snel mogelijk weg te rennen. Ja, als die niet te hard geraakt is door een pijl of wat dan ook. Maar net als die vogel wordt hier genoemd. En als een vogel uit de hand van de vogelvanger, red je. Dus dat is een waarschuwing. Dit is niet het enige gedeelte waar hier iets over gezegd wordt. Spreuken spreekt hier meer over. In Spreuken 11 vers 15 staat, wie borg is voor een vreemde, zal het beslist slecht vergaan. Maar wie handslag haat, leeft veilig. Een mens zonder verstand bevestigt iets met handslag en stelt zich borg voor zijn naaste. Wees niet onder hen die handslag geven, onder hen die voor schulden
borg staan. Dus dat wordt ook nog eens best wel vaak in het boek Spreuken voor gewaarschuwd om dit niet te doen. Is niet verstandig. Overigens geeft de Bijbel nog veel meer financieel advies. Daar zou je lang op in kunnen gaan, maar bijvoorbeeld wie leent, wordt een slaaf van de uitlener. De Bijbel spreekt zich heel erg uit tegen lenen. Ja, dat is gewoon, je moet dan afbetalen. Je hebt dan bepaalde verplichtingen, waardoor je van alles niet kan. Hebreeën 13, vers 5, daar zien we ook. Laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij, God, heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. En dus dat zijn gewoon financiële adviezen. Heel goed om over na te denken over je financiën. Nou, daar zou je meer over kunnen zeggen, maar hier hou ik het even bij. De volgende boodschap is de boodschap aan de luiaard. Vers 6 staat, ga naar de mier, luiaard, en zie zijn wegen en word wijs. Hoewel hij geen aanvoerder heeft, geen leidinggevende of heerser, maakt hij zijn eten gereed in de zomer, verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd. Hoe lang, luiaard, blijft u liggen? Wanneer staat u op uit uw slaap? Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen. Zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. Nou, er staat, ga naar de mier. Oké, er staat de luiaard. Ik wil niet zeggen dat iedereen hier... We gaan nu een filmpje kijken van een mier. Daarmee wil ik niet zeggen dat iedereen hier een luiaard is. Maar ik vind, er zijn heel veel miersoorten. Het is een willekeurige miersoort. En we laten gewoon even het filmpje zien. Hopelijk heb ik geluid en anders zonder geluid is het ook wel duidelijk. We developed plows and shovels. Ants use their own bodies. Their mandibles are shears that cut through leaves with incredible efficiency. The ants drink the sap in the leaves for energy, but they don't eat them. Remember, they're farming here. They're using the leaves to grow something else. But first, they have to haul the gigantic leaf pieces away. This is no small matter. For a human, it would be like carrying more than 600 pounds between our teeth. Then they clean the leaves. They crush them. Cut them into little pieces. Arrange them carefully in stacks. They even compost the leaves with a little of their own poop. They spread spores around like seeds. Over time, a fungus grows. And that, this highly nutritious fungus, that's what the ants are after. They feed it to the colony's offspring, millions of them. For humans, farming was the origin of our civilization. And it's the same for ants. They are fungus tycoons. Their colonies are true underground cities with a bottomless need for resources. Having this reliable source of food has given them the luxury to specialize. Leafcutter ants have the most complex division of labor of any ants. There are tiny worker ants and large worker ants and enormous half-inch long soldiers that protect the colony. Like human farmers, their abundant food source has made leafcutter ants very, very successful. And this is where two civilizations, ant and human, collide. From Texas to South America, leafcutter ants are huge agricultural pests. Working stealthily at night, they can strip an entire tree of its best leaves in just hours. As their ant civilization grows, they build up the soil in the tropical forest. But they also pose a threat to those around them. And in this way, we resemble them more than we might like to admit. Nou, ik denk dat het beeld wel duidelijk is. Ze pakken blaadjes, ze bewerken die zo dat er een schimmel op gaat groeien en daar leven ze van. Ze bouwen gigantische nesten. Maar hier staat dus dat
die beesten hebben geen aanvoerder. Die hebben geen leidinggevende of heerser. En toch zie je dat ze keihard aan het werk zijn. En wat de boodschap hier volgens mij is, is dat ondanks dat ze geen leidinggevende hebben, sporen ze zichzelf aan om te werken. Ze nemen eigen initiatief. En eigenlijk is het best wel een beetje cynisch, heb ik het idee, wat hier staat. Want wij hebben zulke grote hersenen, zeg maar. En een mier heeft een heel klein hoofd en heeft hele kleine hersenen. En die mier die begrijpt hoe het is om gewoon aan het werk te gaan, zeg maar. Dus als wij zulke grote hersenen hebben, zouden wij helemaal wijs moeten zijn. En gewoon doen wat we moeten doen. Onze verantwoordelijkheid nemen. Hij maakt eten gereed in de zomer, verzamelt zijn voedsel in de oogsttijd. Hoe lang, luiaard, blijft u liggen? Wanneer staat u op uit uw slaap? God wil niet dat wij luie mensen zijn, maar dat we gewoon aan het werk gaan en onze boterham verdienen. Dus ik denk, je zou nog kunnen zeggen, is dit alleen voor het Oude Testament of is dit ook voor het Nieuwe Testament? Nou, Paulus die schrijft ook in 2 Thessalonicenzen 3 vers 10, toen wij bij u waren, bevalen wij u dat als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Of ze bevalen dit, als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Zij werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heer Jezus Christus aan dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. Als je verder leest, ook in het boek Spreuken, dan zie je ook nog over een luiaard en die heeft dan een wijngaard en er groeien allemaal doornen en distels op en zijn muren die breken al onderhand af. En ja, wat zal er dan zijn als jij niet aan werk bent en op een gegeven moment komt de winter en je hebt eigenlijk niks verzameld? Ik denk dat het principe hieruit is, het zijn woorden aan de zoon, maar dat wij onze kinderen verantwoordelijkheden moeten leren. Zoals bijvoorbeeld het helpen in het huishouden. Dat zijn toepassingen die ik er natuurlijk bij bedenk. Maar het is echt niet zo dat als kinderen nooit verantwoordelijkheden leren en ze gaan op dag 1, wanneer ze 18 zijn, het huis uit, dat ze dan ineens in het leven verantwoordelijkheden gaan nemen. Zo werkt dat niet. Dat moeten wij hun leren. En bij verantwoordelijkheden horen ook consequenties als je wel of niet je verantwoordelijkheid neemt. Ik denk dat het ook goed is een persoonlijke aanbeveling, dat zodra het kan, dat ze een baantje hebben of een bijbaan. Mijn vader heeft mij altijd geleerd, gewoon werken als je kan. En wil je zakgeld? Nou, kun je gewoon voor werken. Dus ik heb krantenwijk gehad, ik heb in de kwekerij gewerkt, ik heb vakken gevuld en tijdens mijn studie in de bouwmarkt gestaan. En je wordt er echt niet slechter van en je leert van alles en in ieder geval, je leert ook gewoon een beetje discipline in je leven krijgen. Op tijd leren opstaan. Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen staat hier. Hoe lang, luiaard, blijf je liggen? Wanneer staat u op uit uw slaap? Waarbij ik meteen even zeg, als je op vakantie even lekker niet je en op vakantie even lekker niet je wekker zetten. Of als je een hele week hard gewerkt hebt. Ik geloof echt niet dat het zonde is als je dan op zaterdag even je wekker niet zet. Een levensstijl van werk, ik weet niet hoor, liever lui dan moe, dat hoort niet bij een gelovige. Dat is wat ik hier in ieder geval uithaal. Later moeten kinderen ook in hun levensonderhoud voorzien. Nou goed, als dit voor kinderen geldt, geldt het ook voor volwassenen. Tegelijkertijd even een opmerking nog. Kijk, die mieren die maken hun eten gereed in de zomer, verzamelt ze voedsel in de oogsttijd. Ik geloof dat de boodschap is, kijk naar zijn werkhouding, kijk naar zijn houding. En Jezus heeft ook gezegd, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Eten, drinken, kleren. Wees niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. In datzelfde stuk zegt hij ook dat we moeten geen schatten verzamelen hier op aarde. En niet onze schuren vullen eigenlijk. Maar er is natuurlijk een balans. Je werkt in de maand, zodat je eind van de maand iets op je rekening krijgt. En
het is echt niet erg als een boer oogst en wat bewaart voor de winter. Maar tegelijkertijd, wat als je oogst mislukt? Zoek eerst koninkrijk voor God, ook dat komt wel goed. Hè? Dus dat is even de balans daarin. Dan schakelt hij over naar de verdorven mens, vanaf vers 12. Een verdorven mens, een man van onrecht, gaat rond met valsheid van mond. Knipoogt, heimelijk, in het geheim, geeft een teken met zijn voeten en wijst met zijn vingers. In zijn hart zijn verderfelijke dingen. Hij smeet te alle tijden kwaad en hij brengt twisten, ruzies teweeg. Daarom zal plotseling zijn ondergang komen. Opeens zal hij gebroken worden zonder dat er genezing voor is. Deze zes haat de Heere. Ja, zeven zijn een gruwel voor zijn ziel. Hoogmoedige ogen, een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat zondige plannen smeet. Voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen. Een vals getuige die leugens blaast en die tussen broeders twisten teweeg brengt. Nou, dat is niet positief. Wat hier staat, de verdorven mens, een man van onrecht. Nou, we zijn de dwaas, zou je ook kunnen zeggen, zijn we natuurlijk al eerder tegengekomen. Hij spreekt hier over, ja, de verdorven mens gaat rond met valsheid van mond. Ik had vroeger een collega en die loog echt alles bij elkaar. En dat is gewoon heel verdrietig. En die schepte daar ook over op. Die zat soms tegenover mensen op te scheppen hoe die iemand anders had bedonderd. En dan denk ik, ja, maar hoe slim ben je nou werkelijk als je dit doet? Want in welke mate moeten wij jou nu vertrouwen als jij aan het opscheppen bent hoe jij een ander bedonderd hebt? Vals was van mond. En nou goed, dat kan in de zakelijke leven, in het werk tot uiting komen. Die knipoogt in het geheim, geeft een teken met zijn voeten, wijst met zijn vingers. Waarschijnlijk wordt hiermee bedoeld. Nou, stel even, je hebt een situatie. Ik kom als klant ergens en ik zit daar en ik ben geïnteresseerd in een product, iets wat iemand verkoopt, laten we zeggen een computer. En dan zegt ik heb een hele mooie. En die man die zegt tegen zijn collega, hey, haal even die allerbeste computer met de knipogen bij, haal die even uit het magazijn. Ja, ik kan me voorstellen dat zo'n soort situatie bedoeld wordt. Of een teken met je voeten, of wijzen met je vingers, pak die maar. In ieder geval op een verderfelijke manier gaat hij met zaken om. In zijn hart zijn verderfelijke dingen, hij smeet altijd kwaad en hij brengt ruzies teweeg. Daarom zal plotseling zijn ondergang komen, opeens zal hij gebroken worden zonder dat er genezing voor is. Ja, en dan gaat hij over deze zes haat de Heere. Ja, zeven zijn een gruwel voor zijn ziel. En dan begint hij met hoogmoedige ogen. En we weten natuurlijk, iedereen die in zonde leeft, ja, die zal het koninkrijk van God niet beërven. Maar ook hier kan al je ondergang komen. Je gaat op een gegeven moment onderuit. Als jij steeds met valsheid van mond spreekt, ja, de waarheid komt gewoon toch boven op een bepaald moment. Mensen ontdekken dat je niet eerlijk handelt. Je gaat onderuit, je verliest je baan of weet ik veel wat. Maar uiteindelijk is het nog veel erger als mensen zich niet bekeren. Ja, dan rust er een eeuwige pool van vuur, dat is heel erg. In Jesaja 13 vers 9, daar spreekt Jesaja als een profeet 700 jaar voor Christus ongeveer. Zie, de dag van de Heere komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te varen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik, dat is God, zal de wereld haar slechtheid vergelden en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden en de hooghartigen van de geweldplegers zal ik vernederen. Dit is het einde. Hierom komt Gods oordeel over de aarde, maar ook ieder individu wordt geoordeeld. Dit is wat God haat. Het staat hier zo nadrukkelijk. Deze zes haat de Heere. Ja, zeven zijn een gruwel voor zijn ziel. En ik heb me laten vertellen, of ik heb ontdekt dat deze uitdrukking, dat betekent deze zes haat de Heere. Ja, zeven zijn een gruwel voor zijn ziel, dat
Deze zes zijn allemaal heel erg. Deze zes haten de Heer. Maar die zevende, dat is helemaal erg. En nou, in ieder geval hoogmoedige ogen. Een valse tong. Handen die onschuldig bloed vergieten. Een gewelddadige houding. Een hart dat zondige plannen smeedt. En we hebben zo vaak gezien in de geestelijke in de serie over de geestelijke strijd, de geestelijke wapenrusting, hoe belangrijk dat hart is. Maar ook hier in de Spreukenserie hebben we ook alweer gezien hoe belangrijk het hart is. Het was in Spreuken 4 vers 23, daar stond: bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dus bescherm je hart. Maar wanneer iemand een hart heeft dat zondige plannen smeedt, wat liefde heeft voor de zonde, voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen, zo'n verlangen om het slechte te doen. Dit haat de Heere. Gewoon zo'n duidelijke taal, God haat dat. Dus zorg dat je hier niet bij zit en je bekeert als je daarin wandelt. En hoe mooi contrast eigenlijk, hè? Niet deze zin is mooi, voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen, maar in Romeinen 10 wordt gesproken van hoe lieflijk zijn juist de voeten van hen die de vrede verkondigen. En van hun die eigenlijk het evangelie verkondigen, die de voeten geschoeid hebben met de bereidwilligheid van het evangelie van de vrede. Dat is het grootste goed wat wij anderen kunnen vertellen. Wat haat de Heer nog meer? Een valse getuige. Stel, er is een rechtszaak en je moet opkomen dagen en jij moet getuige zijn en je geeft een vals getuigenis. Dat is verschrikkelijk. Maar die zevende, en zeven zijn een gruwel voor zijn ziel. En dat is een mens die tussen broeders twisten teweeg brengt. Dat vindt God heel erg. Als iemand niet echt om de waarheid geeft, of als iemand niet echt liefde heeft voor zijn naaste, maar graag gewoon verdeeldheid wil zaaien. En dat geldt al binnen het gezin natuurlijk, tussen broers en zussen. Maar ook in de gemeente natuurlijk. Dat vindt God verschrikkelijk. In 1 Korinthe 11 vers 16 staat ook: als iemand op twist uit lijkt te zijn, wij hebben zo'n gewoonte niet. En de gemeenten van God evenmin. En dat wil niet zeggen dat we... Nou, stel ik preek nu en je hebt een vraag ergens over. Je denkt, oh, klopt dat wel? Tuurlijk mag je daar vragen over stellen. Dat wordt er niet mee bedoeld. Maar als je echt de bedoeling hebt om lekker eens even overal tegenin te gaan en elke keer maar discussiëren. Of ja, ik ben ook op plaatsen geweest. Er zijn christenen en die hebben een bepaald stokpaardje, heet dat geloof ik, hè? Een bepaald punt, dat vinden zij heel belangrijk. En dat willen ze elke keer op tafel brengen. En op tafel brengen, ook al... heb je een onderwerp waar hun onderwerp helemaal niet te sprake komt, ze draaien het wel zo dat het toch wel weer erin komt. In 1 Timotheüs 6 vers 3 staat: als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Daar moeten we echt voor oppassen. Ook voor mensen die leraars van de wet willen zijn, maar eigenlijk geen inzicht hebben in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Ik denk dat we allemaal wel eens in discussies zijn geraakt met mensen of met christenen, maar het is belangrijk dat als we een bepaald onderwerp behandelen of zo, dat je ook alles wat daarover gaat behandelt. Stel je een bepaald onderwerp en 40 gedeelten gaan daarover, dat je ook alle 40 behandelt. En niet maar 30. En dat is vaak het probleem. En tegelijkertijd zelf ook openstaan van ja, misschien dacht ik dat er maar 40 gedeeltes over ging, maar zijn het er 43 of wat dan ook. Maar anyway, je hebt vele varianten van twisten, maar die houding is niet oké. Okay. Deze hele houding is gewoon niet oké. Okay. Een goddeloze houding. En zeven zijn een gruwel voor zijn ziel. Nou, dan weer even heel bijzonder, tussendoor nog steeds even de herinnering. Mijn zoon, let op, ik ben je onderwijs aan het geven. Ik ben instructies aan het geven. Broeders en zusters, we zijn hier aan het leren wat God behaagt.
Neem het gebod van je vader in acht, vers 20, en veronachtzaam het onderwijs van je moeder niet. Heel mooi. Heel belangrijk dat hier ook de moeder bij staat. Het gebod van je vader in acht nemen en het onderwijs van je moeder. Moeders hebben een enorme kans om hun kinderen, die zijn meeste tijd over het algemeen meeste tijd van de ouders bij hun kinderen, ze hebben een enorme kans om discipelen te maken. Maar een opdracht aan de kinderen, luister naar wat je vader je gebiedt en leg het onderwijs van je moeder niet naast je neer. Dat is wat God wil. Bind ze voortdurend op je hart en hang ze om je hals. Als je op je weg gaat, zal het je leiden. Als je neerlegt over je waken, als je ontwaakt, zal dat tot je spreken. Een heel belangrijk woord hierin, wil ik heel nadrukkelijk op wijzen, dat hier staat, bind ze voortdurend op je hart. Voortdurend, dat betekent, daar ga je continu mee door. Dat blijft doorgaan. En we hebben eigenlijk zo'n soort tekst in Spreuken 3 vers 3 ook al gezien. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, al die woorden. Maar er staat hierbij, bind ze voortdurend op je hart. En ik kwam eigenlijk tot de conclusie, als je daarover nadenkt, dat dit alleen maar kan betekenen wat Paulus ook zegt, laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Colossenzen 3 vers 16. Leer bijbelteksten uit je hoofd. Hoe kun je anders iets op je hart binden? Hè, dat het continu in herinnering is. Als je op je weg gaat, het je zal leiden. Als je het vergeten bent, hoe zal het je dan leiden? Als je neerlegt, het zal over je waken. We hebben in Spreuken 3 ook gezien, je slaap zal zacht of goed zijn. Niet wel. Als je ontwaakt, zal dat tot je spreken. Je wordt wakker en je herinnert je de woorden van God. En ik geloof zelfs dat de geest van de waarheid zal je ook leiden in heel de waarheid. Die kan allemaal dingen in herinnering brengen. Maar voortdurend op je hart binden is echt bijbelteksten leren. En ik ben blij dat ik dit tegenkom. Nou, wij hebben net een bevalling meegemaakt en voorbereiding naartoe. En corona en daarvoor waren we bezig met bijbelteksten leren. Dat is een beetje verwaterd. Maar we gaan het weer inbrengen om Gods woord echt uit ons hoofd te leren. En dat is zo belangrijk. Ik wil echt iedereen uitnodigen om dat ook te gaan doen. En want op momenten zul je het gewoon keihard nodig hebben. Vat bijbelhoofdstukken samen. Probeer een bijbelboek te lezen en bestuderen. En vat eens samen, wat is nou de kernboodschap van dit bijbelboek? Wat heb ik hieruit kunnen ontdekken? Wat wil hij communiceren? De psalmist in Psalm 119 zegt, ik heb uw woord in mijn hart opgeborgen, zodat ik tegen u niet zondigen zou. En gaat hij verder, in vers 23 zegt hij, want de gebod is een lamp en onderwijs is een licht. Bestraffing en vermaning zijn de weg van het leven, om je te bewaren. Nou ja, en daar komen we dan zo op. Maar een gebod is een lamp. Ik heb hier een plaatje van 4 lampen. Natuurlijk een geweldige uitvinding, een lamp. Vroeger hadden ze kaarslampen of olielampen. Maar je kunt een lamp hebben en daarover spreken hoe geweldig het is. Maar als dat ding niet aangaat, heb je er natuurlijk helemaal niks aan. Dus een lamp is bedoeld om aan te gaan. Nou, ik geloof een gebod is een lamp. Hè? Dus als God zegt, geen overspel plegen. Niet dit doen, niet dat doen. Nou, dat is duidelijk. Hè? Dat is een gebod, dat is de lamp. Maar die lamp die moet aangaan. En dan zegt hij, onderwijs is een licht. Het is een beetje hetzelfde gedachte als, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wanneer onderwijs komt, en onderwijs, dat geeft wijsheid, dat geeft inzicht, daardoor gaan we ook begrijpen. Hij geeft hier in hoofdstuk 5, in hoofdstuk 6, hij komt nu ook op die vreemde vrouw, en in hoofdstuk 7 onderwijs over de gevaren van overspel plegen, of in ieder geval hoererij. Wanneer je daar inzicht in krijgt, onderwijs over krijgt, dan is dat echt een licht. En bestraffing en vermaning zijn de weg van het leven. Om je te bewaren, nou hier dan voor een slechte vrouw. Ja, ik zei dus al, kijk, het is misschien wat hier allemaal staat, niet direct, zijn misschien niet allemaal direct woorden waarvan je denkt, wauw, daar krijg je echt een goed gevoel van. Hoewel overigens ik dat best wel heb, omdat ik toch wel weet, dit is wel echt Gods woord. En ik weet gewoon dat het
goed is. Dus daar word ik blij van. Maar het zijn best wel pittige woorden, allemaal zo bij elkaar. En het gaat over bestraffing en vermaning, die zijn de weg van het leven. Want God wil dat we gewoon heel duidelijk begrijpen, ga in die weg wandelen. En dat, ja, daarvoor moet je geschuurd en geschaafd worden en je moet instructies krijgen. En je gaat soms hier, nee, terug en daar terug. Zodat je in die weg gaat van volkomen blijdschap en waar volkomen zegen op rust. En dat is gewoon de weg van de Heer. Hij wil echt ons het beste geven. Om je te bewaren gaat hij weer voor een slechte vrouw. Nou, dat is het laatste punt waar hij het over heeft. De waarschuwing tegen overspel. We hebben natuurlijk vorige week al een hele uitgebreide introductie hierop gehad over dit onderwerp. Als je het niet hebt gehoord, luister terug, zou ik zeggen. Ook in Efeze 5 hebben we het hier uitgebreid over gehad. Wat is nou hoererij? Wanneer is iets nou wel of niet seks voor het huwelijk enzovoort? Buiten het huwelijk. Maar de waarschuwingen zijn om ook te bewaren voor een slechte vrouw. Voor het gevlei van de tong van een onbekende. En er zijn vrouwen en net zo goed mannen en die weten gewoon hoe ze moeten misleiden. Die weten gewoon wat ze moeten zeggen om iemand het bed in te krijgen. Begeer haar schoonheid niet in je hart. En laat ze je niet vangen met haar oogleden. Jezus heeft hier natuurlijk ook duidelijk over gesproken. Wie al een vrouw begeert in zijn hart, pleegt al overspel. Of net zo goed, als je niet getrouwd bent, dan pleeg je al hoererij. Niet te begeren in je hart. Zorg dat dat niet gaat wortelen in je hart. Laat ze niet vangen met je oogleden. Het gevaar is natuurlijk een verwoesting van huwelijken, een verwoesting van je leven of wat dan ook. Want door een vrouw die een hoer is, komt men tot een homp brood. Dat leidt tot armoede, hebben we ook gezien. En de vrouw van een getrouwde man jaagt op een kostbare ziel. Iedere ziel is kostbaar voor de Heere en is verschrikkelijk. Ik moet er overigens bij zeggen, vers 26... Ik ga het niet hier allemaal naast elkaar zetten, maar er zijn verschillende vertalingen van. Het schijnt een heel lastig te vertalen vers zijn. Er zijn andere vertalingen en die komen net op wat anders uit. Ik wil in ieder geval even erop wijzen. Als je het interessant vindt om thuis eens te bekijken, dan ga je gang. Maar goed, ik vind het niet zo'n vers waarvan ik zeg, nou, als we dit niet begrijpen, dan missen we de hele clue van hoofdstuk 6... Dus ik heb besloten om dat niet uitgebreid te behandelen. Dus laten we verder gaan met vers 27. Als iemand vuur in zijn boezem neemt, zullen dan zijn kleren niet in brand vliegen. Als iemand op gloeiende kolen loopt, zullen dan zijn voeten niet verbranden. Zo ook wie naar de vrouw van zijn naaste gaat, al wie haar aanraakt, zal niet voor onschuldig gehouden worden. Wat hier gebeurt, dat is een soort versterkende trap. Hij zegt eigenlijk in vers 27 en 28 ongeveer hetzelfde. Hè? Speel niet meer vuur, want brengt problemen. Maar hij zegt, als iemand vuur in zijn boezem neemt, dan gaan ze kleren in brand vliegen. Ja, even later ook je huid natuurlijk. En dan zegt hij bijna hetzelfde, maar dit gebeurt vaker in het boek Spreuken en dat geloof ik dat dat bedoeld is om echt een punt te maken. Hij gaat hier echt een heel serieus punt maken. Dus hij zegt eerst, als iemand vuur in zijn boezem neemt, zullen dan zijn kleren niet in brand vliegen. Nog sterker, als iemand op gloeiende kolen loopt, zullen dan zijn voeten niet verbranden. Je huid gaat ook verbranden. Als jij je voeten verbrandt, ik wens je succes met lopen, maar dat gaat verschrikkelijk pijn doen. Sowieso is brand. Verbranding is een van de verschrikkelijkste pijnen. Jose heeft anderhalf week geleden zijn vinger verbrand aan een lijmpistool, kreeg lijm op. Nou, het zag er allemaal verschrikkelijk uit. Het is alweer wat goed gekomen, gelukkig. Maar dat zijn verschrikkelijke verwondingen. Je gaat verschrikkelijke verwondingen oplopen in je leven. Hier vergelijkt hij dat mee. Maar het echte punt wat hij wil maken is vers 28 dus. Zo ook wie naar de vrouw van zijn naaste gaat, al wie haar aanraakt zal niet voor onschuldig gehouden worden. En volgens mij maakt hij hier een heel, heel sterk punt. Dus als we het hebben over bind
Gods woord voortdurend op je hart en je ziet dat de schrijver of hier Salomo een punt aan het maken is, dan zijn dit teksten die belangrijk zijn. Dan zijn dit teksten die zou je uit je hoofd moeten gaan leren. Dus zo ook wie naar de Spreuken 6, vers 29, zo ook wie naar de vrouw van zijn naaste gaat, al wie haar aanraakt zal niet voor onschuldig gehouden worden. Spreuken 6, vers 29, zo leren we dat uit ons hoofd. Nog een keer, Spreuken 6, vers 29. Zo ook wie naar de vrouw van zijn naaste gaat, al wie haar aanraakt zal niet voor onschuldig gehouden worden. Ik hoor jullie nog steeds niet meedoen, ik ga gewoon net zo lang door. Hè? Spreuken 6, vers 29. Zo ook wie naar de vrouw van zijn naaste gaat, al wie haar aanraakt zal niet voor onschuldig gehouden worden. Spreuken 6, vers 29. Nou, de rest mag je thuis doen, maar... Maar eigenlijk zou je dan de rest van de preek hiermee door moeten gaan, net zolang tot we dit allemaal uit ons hoofd kennen. Liefst het hele hoofdstuk, maar oké, dat duurt een beetje lang. Maar dit zijn echt wel teksten die super belangrijk zijn en net zo goed andersom. Hè? Als een vrouw naar een man gaat of wat dan ook, je zult er niet voor onschuldig gehouden worden. Dus dit komt een keer in het gerecht. En zegt hij, men veracht een dief niet als hij steelt om zijn mond te vullen. Als hij honger heeft en als hij gevonden wordt, vergoedt hij het zevenvoudig. Al het bezit van zijn huis moet hij geven. Wie met een vrouw overspel pleegt, is zonder verstand. Wie dat doet, richt zijn ziel te gronden. Plagen en schande zal hij vinden en zijn smaad zal niet uitgewist worden. Want jaloersheid is de woede van een man en hij zal geen medelijden hebben op de dag van de wraak. Hij zal geen enkel losgeld aannemen en er niet in bewilligen, al vergroot men het geschenk. Zij zeggen eigenlijk in vers 30, 31, zelfs een dief die zou stelen om zijn mond te vullen, hè, iemand, als hij honger heeft. Dus zelfs als iemand honger heeft en die steelt om in leven te blijven, zelfs daarvan zeggen we niet, nou ja, dan laat maar zitten, weet je wel, dat is wel oké. Nee, als hij gevonden wordt, vergoedt hij het zevenvoudig, al het bezit van zijn huis moet hij geven. Hij zal dat terug moeten geven. En ja, misschien zelfs een veelvoud. Nou, wie met een vrouw van een overspel pleegt, die is zonder verstand. Wie dat doet, die richt zijn ziel te gronden. Mocht het nog niet duidelijk zijn dat het niet verstandig is, dat het slecht afloopt, hier nog een keer, je richt je ziel te gronden. Geestelijk, emotioneel, en het kan zelfs fysiek. Want als zo'n persoon, als zo'n vrouw ook nog een man heeft, dan zou het best kunnen zijn dat je een probleem hebt. Plaag en schande zal hij vinden, zijn smaad zal niet uitgewist worden, want jaloersheid is de woede van een man. Hij zal geen medelijden hebben op de dag van de wraak. Hij zal geen enkel losgeld aannemen en er niet in bewilligen, al vergroot men het geschenk. Ik denk dat, ja, als je de meeste mannen echt kwaad wil hebben, dan moet je aan de vrouw zitten. Hè, dat gaat niet goed. Nou, en dan mag je als christen nog hopen dat er nog een barmhartigheidsgevoel is, zeg maar. Maar hele zware waarschuwingen hier. Sta niet gek te kijken dat als je overspel gaat plegen met iemand, dat de mensen achter je aankomen. Jaloersheid is de woede van een man. En in dit geval, niet zo, ja, zoals bij die arme man, zal het niet zo zijn dat hij zegt, of in ieder geval, als je zegt, nou neem maar, ik zal je wel betalen, of wat dan ook, of ik vergroot het bedrag. Dan zal hij waarschijnlijk geen boodschap aan hebben op dat moment. Dus het is complete dwaasheid om overspel te plegen. Hè? Weer een waarschuwing hier. Wie naar de vrouw van zijn naast gaat, al wie haar aanraakt, zal niet voor onschuldig gehouden worden. In 1 Thessalonicense 4, daar eindig ik mee, er staat verder, broeders, dus net zo goed deze boodschap in het Nieuwe Testament, vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Heel belangrijk, op gezag van de Heer Jezus, want dit is de wil van God. Als je de wil van God zoekt in je leven, er zijn meer van dit soort uitdrukkingen. De wil van God, en dan komt er een definitie. Heel veel mensen zeggen, ja, wat is nou de wil van God voor mijn leven?
Nou, dat staat op meerdere plekken. Dit is er één van. Er staat wat de wil van God is in jouw leven. Je heiliging. Dat betekent dat je wandelt in overeenstemming met Gods woord, in gehoorzaamheid. Dat je jezelf onthoudt van ontucht. Dat is porneia het woord. Wegblijven van schermen. Wegblijven van hoererij. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Wij kennen God wil. Als het goed is als Christen, zoek je de wil van God. Dit zijn woorden op gezag van de Heer Jezus, onze verlosser, die zwaar betaald heeft voor zonde om ons vrij te kopen. En laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Nou, dit lijkt te gaan over seksuele onreinheid. Tegelijkertijd denk ik dat je het breder kan pakken. Als je ook nog teruggaat naar Spreuken 6 vers 19 over 6 dingen haat de Heer, ja, 7 zijn een gruwel. En dan die laatste, die broeder die twisten teweeg brengt, zeg maar. Maar God is een wreker wanneer we over broeders of zusters heen lopen. En dat, want ik geloof dat het ook over seksuele onreinheid gaat, omdat er nog achteraan komt, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, heel belangrijk, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons gegeven heeft. Als je vandaag naar deze woorden luistert, denk, laat die Filip maar kletsen. Of ja, Paulus maar, aposteltje Paulus. Wie deze woorden verwerpt, als je zegt, nou ja, ik neem dat niet aan, dan verwerp niet een mens, maar God, die ook zijn heilige geest heeft gegeven. Dus het zijn wel echt hele, hele serieuze woorden als het gaat over seksuele reinheid. En dan zegt God, verwerp dit niet. Als je dit verwerpt, dan verwerp je God. En dat is volgens mij wel echt een hele serieuze boodschap, met als doel natuurlijk dat huwelijken schitteren, tot bloei komen, vol liefde zijn, vol in de wil van God wandelen, dat Gods vrede daar rust, dat er genade is, dat er zegen is. En dat is wat God wil voor ons leven. Daarom waarschuwt hij continu zo hard. Ik ben bijna weer door het Oude Testament heen voor dit jaar. En af en toe dan schud ik weer mijn hoofd en denk, ongelooflijk, ongelooflijk, wat waarschuwt God ontzettend vaak. Wandel nou alsjeblieft in mijn weg. Wandel nou alsjeblieft in mijn weg. Zullen we bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus. Ik geloof dat het niet anders kan dan deze woorden ons allemaal raken, Heer. U kent onze harten. U kent onze gedachten. En waarschijnlijk dingen die we vandaag hebben gehoord, zijn er misschien bij ons allemaal punten waar we op gestruikeld zijn. Al is er maar gedachten in ons hart. Heer, wilt u ons reinigen? Help ons, Heer, om in uw weg te wandelen, om geen verdorven mensen te zijn, maar een mens, een man of een vrouw naar uw hart. Gewillig en gehoorzaam. Heer, en zodat we ook die volkomen blijdschap mogen ervaren. Dat volkomen in relatie met u zijn. Heer, en open onze ogen, Heer. Heer, als er nog ergens gedachten zijn die ons zeggen van, oh, maar als je met God wandelt, dan mag je niks meer. Heer, alsjeblieft, neem ze weg. Het is zo'n rijkdom, Heer, om met u te wandelen. Help ons, Heer, en vervul ons. En laat de zegen zien, Heer, en dat deze weg nu, maar ook voor eeuwig, altijd de beste weg is. We danken u voor uw waarschuwingen, Heer, en dat we kunnen begrijpen en inzien hoe het leven bedoeld is. Heer, en help ons om dit niet te verwerpen, Heer, met die ernstige waarschuwing dat we u anders verwerpen. Dank u wel dat u scherp bent, zodat we er niet omheen kunnen, het gewoon duidelijke taal is. In Jezus' naam, amen. Amen.